Jezus komt voedig achter hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het te laat is. Wat zeker lieve mensen, goed in de wonderbare naam van Jezus Christus. Trouwens, hij is de weg, de waarheid en het leven. Lieve mensen, ik wil een paar dingen openbaren wat God mij heeft gegeven om u te openbaren. Het geheim van goud en zilver sieraden. De duivel speelt een grote rol hierin, om de mensen in zijn greep te houden. Kijk wat de Bijbel zegt over goud en zilver sieraden. Ja, lieve mensen, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus. Trouwens, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Lieve mensen, vandaag wil ik het hebben over de sieraden, lieve mensen. Heel veel mensen zeggen sieraden, ja, en sommige mensen zeggen ik heb het zonder een bedoeling gekocht. Sommige mensen zeggen, ja, God heeft sieraden gegeven. Maar lieve mensen, wat mensen niet doorleest, God heeft die sieraden teruggenomen destijds. De reden waarom God die sieraden terug had genomen, omdat die mensen het aan de Baal hadden gegeven. Ezechiël 16, vers 11 tot 13. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en een ketting om uw hals. Ik gaf u een ring voor uw neus, oorringen voor uw oren en een sierlijke kroon op het hoofd. Gij tooide u met goud en zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde en geurig geborduurd gewas. Gij at fijn meel, honing en olie en gij werd uitermate schoon, ja, het koningschap waardig. Hosea 2, vers 7. Zij echter beseft niet dat ik het ben, die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb, en het goud dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Ezechiël 16, vers 17. Ook heb gij uw sieraden van goud en zilver dat ik u gegeven heb genomen en daarvan mansbeelden gemaakt en daarmee ontucht gepleegd. Hosea 2, vers 12. Zo zal ik over haar bezoeken de dagen waarop zij voor de Baals het offer ontstak, die zich tooide met ring en halssieraad en achter haar minnaars aanging, maar mij vergat, luidt het woord des Heren. Psalm 115, vers 4. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Psalm 115, vers 5. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Psalm 115, vers 6. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ruiken niet. Psalm 115, vers 7. Hun handen, maar zij tasten niet. Hun voeten, maar zij gaan niet. Zij geven geen geluid met hun keel.
Psalm 115, vers 8. Wie hen maakten, zullen worden als zij. Ieder die op hen vertrouwt. Ja, na in Guinea is dat toch? Die Indiaan slaapt met je moeder. Die Indiaan slaapt met je moeder? Wat? Ja, maar daarom gaan ze niet met hem aan. Nee. Nee, man. Ja, maar ik heb het niet. Amang nang sa esri binang eh na e me ki wede linga let mo mang be ko sri binang ami nendre wampat blaka ma wamblaka ma be ko sri binang ai nei dinen to na ena na ena apuku de kafu apuku de takfu apuku na entro nang ayu dan me kim ba linga wase ya iya to om dat ding je kan niet met een man leven. Ja, lieve mensen, hier heb ik een paar voorbeelden en van sieraden wat gebonden is aan de geestenwereld, demonen. De tatatee-ketting met zwarte kralen bestemd voor de Aisa. Een ring met een rode steen bestemd voor de Ingi. Een ring met een witte steen, bestemd voor de Kromanti. Een matte kroppen ring, bestemd voor de Aisa of de Leba. Botoketi, bestemd voor de Ingi. Lontai ketting, bestemd voor de Apuku. Een ring met een zwarte steen, meestal ter bevrediging van de Apuku. Een hanger in een vorm van een houwer voor zowel de Apuku, de Jibri als de Kromanti. Een dollar munt voor de Fodu of Aisa. Een zilver vriendschapring voor de Watara Ingi. Een ring met een groene steen, meestal voor de Bus Ingi of Kantamasi. De Alakondre ketting dragen met verschillende kleuren is de verschillende demonen eer te geven. Een gladde boei met twee rozenknoppen voor de Aisa. Een opgevulde boei met een slangenkop voor de Fodu. De Aisa trekt het ook aan. Een hangslot met een sleutel voor de Watara Ingi. Een hanger met een vorm van een anker voor de Watara Ingi. De Berebanti, een buikband of een buikketting met daaraan een sleutel, een houwer of een mes. Een Alakondre ketting met een houwer, draaiketti of de combinatie met andere ketting, een gouden ring met zwarte steen, een zilveren met rode steen en een voetketting. Ja, lieve mensen, ook de bekende vriendschapring. Al deze sieraden vallen onder de geest van de Apuku. 1 Korinthe 3 vers 16 en 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent en
dat de geest van God in u woont. 17. Als iemand de tempel van God ten gronde richt, zal God hem ten gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Hier zijn een paar van de sieraden wat is bewerkt door de demonische machten, zodat uw ziel gebonden blijft aan de duivel. Psalm 115, vers 4. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Jacobus 5, vers 3. Uw goud en zilver is verroest, en het roes ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zij schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Of je begint je genezing, wat pijn ik kon zomaar, dat was oorzaak de. Dat moet sorry aan oorzaak, want dat is nou een plek. Alleen als je weer aan of gado, alleen als je naar de stoom. Want dat brengt ziekte. En tegen je kiezen ziek, dat is voor mij dat ik ziek kon. Want ik pijn ze aan je begint nu, ik kon vrij. Maar je moet alleen aan zo'n pijn kon bakken. Ja, nou? Deze is niet van de Heer. Mag ik zien? Oh, dit is van die Indiaan. Oh, ja. Yeah, je weet dat. Jullie sabi, no? Maar wat doe je sabi? Ja, wat Ingi. Deze ring wat ze aan heeft, is die slang. Kijk je goed. Ze heeft het zelf ervaren. Wat zie je eigenlijk uit deze ring? Hij begint hier. Hier is de kop. Ja, dat is de kop. En loopt hij zo. Ja. En naar achter eigenlijk. Ja. En daarna komt hij hier verder. Komt hij hier verder? En hier ja. Ik heb last van hernia. Hernia de mataki? Ja, en het was aan de linkerkant, echt. Uh-huh. Maar ik ben niet geopereerd. Ik heb wel een pijnbehandeling gehad. Ja, uh-huh. Maar die nasleep blijft. Die nasleep blijft, ja. Maar God, ja. Gaat u nu genezen? Maar mag ik de oorzaak zeggen, mevrouw? Ja. Kijk naar u, even kijken, linkervinger, uw ringvinger. Ja. Wat heb u aan daar? Kijk die ring wat u aan hebt. Ja. Draait uw vinger. Als u, kijk goed ernaar, dan moet u zeggen wat u ziet. Kijk goed naar deze ring. Deze ring, kijk goed ernaar. Ja, ik kijk hoor. Wat ziet u eraan? Dat ziet u het gewoon, hè? Mensen, kijk, dit is een slang. Dit houdt u vast. Dit geeft u pijnen. Al de pijnen wat komt, is deze ring. En u hebt het ook aan uw ringvinger. Kijkt u welke vinger. Dus dat wil zeggen, u bent getrouwd met die slang. Mm-hmm. U wist het niet, hè? Nee. Hij komt vaak in uw droom en hij gebruikt je, maar het is een mag. Maar u moet het niet wegdoen. Als u het niet wegdoet, komt de pijn terug. Dit wat je nu ziet, dit is de pijn dat u pijn heeft. Okay. Al die pijnen, slangen dingen, slangen armbanden, ja. Satan. Kijk precies hoe hij loopt. Had de helm weg, dacht je hoe hij loopt. Ja. U was, zie niet? Kijk, hij draait. Ja. Oké. Ik kronkel gewoon. Ziet u nu, mevrouw? Okay. Ziet u nu wat ik bedoel? Mm-hmm. Hij is de boosdoener, hoor. Juist deze ring, als ik nog kleurig aan heb of zilver, ik doe me altijd aan, dan moet ik eigenlijk het wegzetten. Ja. Je moet het wegzetten? Ik heb te veel pijn, dus... Ja, je kiest toch niet voor die ring? Nee. Nee, ik heb te veel pijn, man.
Oké, is hij de doen boos doen? Ik heb is echt een verlichting hoor. Ja, amen, amen, amen. Prijs de Heer. Echt waar. We gaan een kreeg je eerste salaris en dan heb ik dan een ring gedaan en dan heb ik dan gekozen voor die vriendschapring. Oh, oké, dat ga je ervaren. Want dat is degene die je ziekte geeft en hij is gisteren, je bent gisteren getrouwd, nog als Nicky. Wat weet je wat het is? Het is een vriendschap hebben met de wereld. En wat is de ding? Een Satan. Ja, ja, dat is het. Ja, en dat is. En als ik niet weg ga, dan ga je ervaren. Haal het even weg. Wat is het? Ze voelt het gelijk. Wat is het? Ze voelt het gelijk. Ja, ze voelt gelijk dat gevoel. Vrede, vader. Je voelt het gelijk bij de zee. Zeg eerlijk, hoe voel je het nu? Hoe je het weg hebt gehaald? Ja, het is... Ja, je voelt het en je weet het dan. Satan gaat je niet zeggen dat je hem komt. En dat denk je ook bij. U hebt net die ring weggehaald, hè? Uh-huh. En wat heb je ervaren? Verlichting. Een verlichting, hè? En dan wat weet je wat we zeggen, we leggen die mensen vaak uit dat zulke dingen, je bent gebonden. Maar die mensen geloven dat niet. En net wat je zei, je hebt het zonder een bedoeling gekocht. Vaak koop je zonder een bedoeling, maar die duivel, als je het gaat kopen, gaat hij niet zeggen, ik ben hier, ik ben de duivel. Gaat hij niet zeggen. Kijk, is hier daar de weg aan. Hier van naar achteren en dan zeker van oma. Meisje, koek weer. Ik heb hier naar achteren, de hoor je, hoor je, nou, wat is dat? Hoor je, hoor je. Hoor je, hoor je. Hoor je, hoor je. Hoor je, hoor je. Die poer aan Ketty, zij heeft zijn vier. Maar nu heb je voor aan Ketty. Zet deze ketting aan. Hele mooie dikke ketting. Kijk, heel mooi dik. En wij zijn ook een kruis eraan gezet. Maar nu is ze bang om het te wachten. Dat doet het aan te Ik zei me van, mijn ring, die ring is niet voor mij, de vriendschapring is ook niet voor mij, ik heb hem toen weggehaald, ik heb hem in mijn tas gestopt en ik zeg van, wat heeft mij gered? En ik
ik heb die pijnen niet meer. Als ik naar de kerk ben gegaan, is dat echt strak geworden in mijn vinger. Is het mag? Dat ja. Probeer ik mensen uit te leggen. Die en is maar... bepaalde mensen willen niet geloven. Mijn zware, ik heb het ook meegemaakt hoor. Is toch waar? Ik had het jaren aangetrokken, vraag mijn moeder zelf. Ja. Ik begin dat kind te afrozen, ik span aan mijn vinger. Ja. Ik heb blauw mijn vinger. Is dat mijn jokoe? Ga net niet weggaan. Als je nu weggaat... Nee, houd je dat, houd je dat. Aha. Wat voel je? Wat voel je? Eerlijk gezegd, ik voel het niet zo meer. Nee, echt hè? Het gaat weg, zo. Zie je, God wil niet hebben dat je die ring aandoet. Sabeb Sanga, Sanga, Sabeb Sanga, Linga, die zie je die weer, hè? Ja. Dat is die poer en de vijf poer. Ik kom vier morgen beter. Je koopt hier morgen beter, hè? Ik ben heavy misschien. Ik ben heavy misschien. Want als je niet in het geval hoort, hè? Ja. Als je niet zo. En als je het weggooit, moet je zeggen van, ga uit mijn leven. Ik wil je niet meer in mijn leven. Doe een loefje misschien. In de naam van Jezus. Als je het weggooit. Alles wat gekleurd is, zijn de teksten. 1 Petrus 3, vers 3 en 4. Dat gaat over het vlechten van haar en sieraden. Deuteronomium 22 vers 5 gaat over de mannenbroeken. 1 Timotheus 2 vers 9, dat gaat ook over het vlechten van haar. Jesaja 3. 16 tot 24, dat gaat over sieraden, oorbellen, voetkettingen, neusringen, vlechten van haar, feestgewaden, hoofddoeken en nog veel meer andere dingen. Noteer deze teksten en u kunt ze zelf thuis nalezen. Dit is heel belangrijk. Als u een sieraad weggooit, doe het niet zomaar weg. Zeg aan de duivel, ik werp je weg uit mijn leven in Jezus Christus naam. En kom niet meer in mijn leven, ook niet in mijn familie. In Jezus Christus naam, amen. Mensen, wees niet ontevreden met uzelf. U bent een parel in Gods ogen. U hebt de dingen van de duivel niet nodig om u mooi te maken. Alles laat u hier achter, maar waar gaat uw ziel naartoe? Laat de duivel u niet verleiden. Richt u zelf op Jezus Christus, zodat uw ziel behouden wordt. Ja, lieve mensen. U hebt het gezien. Ik heb één vraag. Hebt u uzelf niet afgevraagd waarom u een sieraad moet kopen om een winterpreek te geven? Ik stel u die vraag en ik ga zelf antwoord hierop geven. Het is namelijk zo dat u de geesten tevreden moet stellen. En zo'n sieraad is niet van u. U trekt het aan. Maar is door die geest, die macht die in u is, dat wil hebben. Dus dat is het, dat u een sieraad, dat u sieraden moet kopen om die geesten tevreden te stellen. Dan heeft hij een relatie met u. Dan is hij met u getrouwd, lieve mensen. Vooral die macht van die apuku. Dus dan kunt u ook niet naar Jezus gaan. De Heere God deelt zijn eer niet met niemand. Vooral niet met de duivel. Als u voor hem hebt gekozen, voor Jezus hebt gekozen, moet u deze dingen wegdoen. Lucas 16, vers 13. Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Exodus 20 vers 3 tot 6. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beelden maken
nog enige gestalten van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijver God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dus lieve mensen, dit is duidelijk. God spreekt duidelijk hier tot u. Als u deze dingen doet, haat u God. Als u een ander God neemt, als een ring, een ketting, een armband, maakt niet uit. Als u ze neemt, is het afgoderij. Kijk wat God spreekt over afgoderij. Openbaring 21, vers 8. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de vervoeken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in het poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Lieve mensen, de Heer Jezus heeft het hier over de afgodendienaar en de hoereerder. De hoereerder, wat de Bijbel hier zegt, is de mensen die twee goden dienen. Is de mensen die de God dienen en hun sieraden. Daarover heeft de Bijbel het hier. U hebt die ring, die ketting, die armband gekocht, maar u hebt het niet voor uzelf gekocht. U hebt het voor de machten gekocht die misbruik van u maakt hier op aarde. Lieve mensen, dus neem het zekere voor het onzekere. Doe deze dingen weg. En als u deze dingen weg doet, lieve mensen, zeg het in de naam van Jezus. Ik werp u weg. En vraag God om u daarmee te helpen. En als hij in uw droom komt, roep het bloed van Jezus aan. Het bloed van Jezus. Ga je zien dat hij weggaat, lieve mensen. Het geheim van goud en zilver sieraden. De duivel speelt een grote rol hierin, om de mensen in zijn greep te houden. Lieve mensen, als een of ander sieraad niet op de juiste plaats is, en dan vergeef het mij, maar weet dat dit de waarheid is.